zijn hier op Scheveningse Dag in Duindorp. Vroeger heb ik in Duindorp gewoond, in de Markesestraat. En ik dacht, ik ga eens even in het Trefpunt kijken wat de Scheveningse Dag dus is. Nou, het is hier heel gezellig, allemaal kraampjes en leuke muziek. En een lekker visje. Ik ben een echte Scheveningse, dus ik vind dat altijd wel leuk. De Marcel de Zoetheester, die vind ik ook altijd heel erg leuk. Vrijwilligerswerk. Ik zit op de wijkbus en ik ben van de klaviossen, woensdagavonds. We hebben alles bij de hand. We hebben de strand, we hebben een viskar, we hebben een trefpunt. Dus wat moet je nog meer? Een kinderboerderij, nou, een speeltuin voor de kinderen. Dus er wordt wel veel gedaan. En dan ga je die er overheen doen. En dan ga je het puntje pakken, dan gaat hij daaronder en dan komt hij hier weer uit. Is het jou ook opgevallen met het volgende liedje? Helemaal goed, heel goed. En dan dat aantrekken, maar niet zo hard, dat is goed. Ik ben Ellie Zondag. Ik ben vrijwilliger op het buurthuis Trefpunt. Dus we hebben speciale workshops speciaal gedaan voor de kinderen die hier in de buurt en ook voor de ouderen. En we hebben een workshop sleutelhangers maken van macrameetouw. Sleutelhanger, denk ik. Toch wel erg een beetje moeilijk. Nou, ik vond het niet zo moeilijk hoor, maar wij knutselen altijd. Dus voor ons is dat wij zijn niet zo knutselachtig, hè? Nee, ik ben niet zo knutselachtig. Ik ben gek op haring. En ik verheug me weer op de nieuwe, al is de oude ook nog heel erg goed. Maar ik verheug me straks weer op Vlaggetjesdag met de nieuwe haring. En wat verwacht je van de nieuwe haring? Dat ze weer super is natuurlijk, hè? Lekker vet. En ik eet ze zonder uitjes, als echte Scheveningse, want die eet ze niet met uien. Dus ja, en vroeger kreeg ik ze zo van boord van mijn vader. Mijn vader zat op zee en dan als hij thuis kwam, dan bracht hij of vis mee, of maar vooral met de haring. Hij heeft ooit nog de haringrace gewonnen. Het was geen schipper, het was gewoon matroos. Maar ja, dat kreeg je zo aan boord en dat was niks verser dan de lekkere haring natuurlijk. Woon je in Duindorp? Ja. En hoe vind je het? Leuk. Ja, wat doe je allemaal in Duindorp? Soms hier spelen buiten. Hou je van vis? Ja. Haring, kibbeling. En dat is het wel zo. Eentje. Johnny. Van jongs af was gevaar op de visserij. Met mijn vader mee. En zodoende ben ik de visserij gebleven in de visafwerking, visafslag. En zo ben ik grootgebracht met vis en haring. En iedereen is enthousiast en vinden het allemaal geweldig. Ja, vorig jaar was het ook een succes, dus nu weer. Hopelijk volgend jaar weer een keer. Klein vrijwilligers begon te zien. Ja, in de Antonie Abkerk. Op de Scheveningsweg en wij zijn van de Lidwina groep van ouderen en ziekenbezoek. Daar maken we dus kettingen voor en de opbrengst van de kettingen die we dus maken is dus voor de Lidwina groep. Wij bezoeken ouderen en we organiseren dus uitjes voor de ouderen die dus nog kunnen en we bezoeken mensen thuis. En die kunnen ook aanvraag doen voor bezoek. Ik haak en ik brei en ik maak kaarten. Ik ben altijd creatief bezig, kindercadeautjes maken. Ik kan niet stilzitten. Wij komen hier twee keer in de week, de theeclub en de dinsdagochtend. En als er wat te doen is voor de gezelligheid. Samenhorigheid met elkaar. Er is al zoveel ellende, dus laten we maar een beetje gezelligheid houden. Of was ik maar met jou niet meegegaan. Een sfeermaker. Dankjewel. Een applaus voor de organisatie.